kleinste details kunnen van belang zijn. Dus alsjeblieft neemt u dan contact op. En Rob, mocht jij dit toevallig zelf zien, alsjeblieft, laat van je horen. Goed? Heel goed. En die Rob, vertel eens. We waren inmiddels eigenlijk best goede vrienden geworden. Maar ja, toen bleek dus dat hij me verschrikkelijk belazerd had. En ondertussen was hij ook nog eens verliefd op me geworden. Oh, dus dat is de reden dat Ludo en jij uit elkaar zijn? Hè? Nee. Nee, niet die verliefdheid, maar wel zijn verdwijning. Hoezo dan? Denk jij dat Ludo er iets mee te maken heeft dan? Hij heeft zich in het verleden natuurlijk vaker met schimmige dingen bezig gehouden. Ach ja, maar dit is toch van een hele andere orde, toch? En weet hij dat jij dit denkt? Ja. Nou, ik vind het nogal wat, hoor, om je partner daarvan te verdenken. Daarom moet ik dit dus ook echt weten. Ja. En als dan blijkt dat Ludo er niks mee te maken heeft, wat dan? Zeg je gewoon sorry? Janine. Hij is de liefde van je leven. Je bent al zo lang bij hem. Jij denkt toch niet dat hij tot zoiets in staat is? Anders was je toch al lang bij hem weggegaan. Laura, echt, ik moet het gewoon weten. Wil je dit filmpje zo vaak mogelijk delen? Ja, goed.